gestuurd, Jan. Ja, volgens mij wel. Dan willen we de petfijnen wel, hè? Ja, dat kan ik zo wel. Ik hoef geen gas geven, dat doe ik ook niet. Nee, zet je voeten maar gewoon tegen de ding aan, bovenop. Maar verder doe ik niet. Nee, snap ik niet. Gewoon rustig aan, rechtdoor zo. Heel ietsjes naar, ja, zo houden. Nee, zo houden, dat is goed. Houd het ook gewoon naar boven. Prachtig. Mooi, hè? Ja. Nou, hou blijf maar zo zitten, hè? Niet remmen, hou je voet met de rem en de koppeling vandaan. En zo gaan we ook naar beneden rijden. Okay. Je mag niet remmen. Niet te veel sturen. Gewoon rechtdoor. Zo, hè? Ja. Nou kan je dus heel goed merken dat die auto op zijn motor afremt. Ja, zie je dat? Ja. Mooi, hè? Je hebt al heel veel ervaringen tegelijk op deze manier. Ja, dat klopt. Ja. Het is net zeg, van aan lussen. Ik kan gewoon wel rechtdoor. Ja, gewoon heel erg maar gewoon rechtdoor. Ik vind het wel grappig, heel leuk. Het is een heel andere beleving van autorijden. Zien we dat niet met de padpijnen doen, trouwens? Nee, hè? Op het moment dat je die op de juiste manier uitrust. Ja. De banden zijn bijvoorbeeld al heel belangrijk. Ja, die zijn niet goed, ja. Ik heb er bijna al veel. Je rijdt voornamelijk op de weg, dus ja, waarom rijdt de onderband onder de weg? Ja, wel schat, maar ik kan voelen wel. Op tijd insturen, hè? Ja, niet al van moet. Dan merk je ook van, dan kan hij niet verder. Nee, is het nou al afgelopen? Ja, dat ben je wel snel. Ja, dat klopt, ja. Je moet eigenlijk even stappen voor die auto. Ja, dan maar een heel klein stukje verder rijden. Dan mag je hem even stilzetten.